IFFR staat voor International Film Festival Rotterdam. Waarom dit festival in Almelo? Jaarlijks gaan wij als clubje met de vrijwilligers naar het festival in Rotterdam, naar de zogenaamde Volkskansdag. Dat is de laatste dag van het festival. En dan worden alle beste films van het festival worden aan het publiek vertoond. Dat betekent dat wij op zo'n dag wel 5 films zien, van 's morgens 9:30 tot 's avonds 22:00. We hebben dan met een clubjes zo'n 20 films gezien en daaruit maken we een selectie wat voor vertoningen in het Filmhuis Almelo goede films zijn. Hoe lang bestaat IFFR Festival eigenlijk? Goede vraag, durf ik niet hard op te zeggen, maar ik denk wel 60 jaar. Het is klein begonnen. Huub Bals was destijds een enthousiaste filmproducent, filmhuisbezitter en die heeft het in Rotterdam opgezet. En het is nu wereldwijd een van de grotere festivals. Waarom 4 dagen? We vonden het leuk om er een vierdaags van te maken. Normaal draaien we alleen op de woensdag en op de vrijdag. En we vonden het nu leuk om te zeggen van nou, we gaan 4 goede films van Rotterdam gaan we achter elkaar draaien van woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Wanneer is het filmfestival eigenlijk? Het filmfestival zelf is altijd medio januari, eind januari, begin februari in Rotterdam. Het is een groot festival. Ik bedoel eigenlijk hier. Oké. Het filmfestival Rotterdam in Almelo hebben wij dus vanaf woensdag 16, donderdag 17, en vrijdag 18 en zaterdag 19 september in Hof 88. Hoe laat beginnen de voorstellingen? Alle voorstellingen beginnen 7:45. We hebben een actie voor de mensen die zeggen ik wil alle 4 films zien. Die hebben een speciaal tarief. 4 films bekijken, 3 betalen. Wat vind je nou van het filmhuis hier in Almelo op zichzelf? Op zich hebben wij een goed draaiend filmhuis. We draaien zo'n 40 films per jaar. Van films van al over de hele wereld. Daar zitten films bij die wel eens ook in de bioscoop gedraaid worden. Maar meestal zijn het producties die wat minder bekend zijn. Maar desalniettemin zijn het hele mooie films. Kunnen het hele mooie films zijn. Kunnen het bijzondere regisseursfilms zijn. Kunnen het films zijn met een mooie scenografische weergave. Dat wil zeggen mooie beelden. Maar het kunnen ook kleine films zijn die voor een bepaald publiek geschikt is. En wat voor dagen zijn die hier? Wij draaien elke vrijdagavond 7:45, maar ook 2 keer per maand op de woensdagavond.